De video van vandaag wordt lit, boys, want we gaan het hebben over kampvuren. En ja, die zijn letterlijk lit. Ik bedoel, ze staan gewoon aan, zien er fantastisch leuk uit. Maar vandaag gaan we het niet hebben over hoe leuk het is dat ze lekker warmte brengen en dat je dingen erop kan bakken. Maar hoe je op 5 toffe manieren het kan gebruiken om jouw survival te pimpen. Want je kan er echt super vette dingen mee bouwen. Ik wist dat helemaal niet. Ik heb een video van Magma gezien. Dat is een andere YouTuber. En ik dacht, laat ik gewoon ook die lifehack zelf proberen. Kijken of ik er iets mee kan. En wie weet kan ik die inspiratie gebruiken voor mijn survival. Het is natuurlijk vandaag, tenminste niet alleen vandaag, de hele maand Dodo December maand. Oh yeah, mensen. Dus elke dag een Minecraft video online om 5 uur. En dit is die van vandaag. Abonneer, zodat jij op de hoogte blijft. En dan gaan we beginnen met de eerste lifehack, dames en heren. En dat wordt namelijk een brug. Dan denk je, Wouter, een brug. Waar heb je het over? Nou, persoon die een hele rare stem heeft. Daar zou ik even naar laten kijken. Maar de kampvuren, ja, je kan er hele toffe dingen mee doen. Want als jij een splash potion of water pakt. En ik doe dit dus nu even een beetje uit mijn hoofd. Omdat ik niet precies weet hoe het werkt. Maar ik ga gewoon zelf een beetje ermee experimenteren. Kan jij, als het goed is, een toffe brug daarmee maken. Want je zet dus de kampvuurtjes, zet je hier neer. Nou, die staat in de fik. Dus nu heb je eigenlijk technisch gezien een brug die in de fik staat. Daar heb je wat minder aan. Maar kijk eens eventjes. Als we deze zo pakken en we gooien dit erop. Oh, het moet letterlijk op ze allemaal. Nou, kijk eens eventjes. Hupsakee. Dan heb je dus gewoon een super vette brug waar je gewoon prima overheen kan lopen. Maar hij ziet er gewoon heel vet uit. Je ziet het water er doorheen. Ik vind dit echt een hele sicke lifehack. En je kan natuurlijk eventjes simpel even kijken. Fences en nou ja, ze hebben bijvoorbeeld een gate ertussen. Zo kan je deze er neerzetten. En deze. Hupsakee. Ah, ik vind het er echt super vet uitzien. Ik was hier nooit zelf op gekomen. En daarom dacht ik ook van ja, het is wel lachen als ik ook gewoon dit zelf ga proberen. Want dan zien jullie gewoon letterlijk een beetje hoe ik ermee omga en wat ik ervan ga maken. Ik ga het ook sowieso in mijn survival betrekken die ik 3 keer per week doe. En waarschijnlijk, die survival komt eerder online. Dus misschien heb je het al lang zien komen. Maar oh my god, dit is zo cool. Ik vind het echt heel vet. Dit is de eerste beeld. Een mooie kampvuurbrug. We gaan door naar lifehack nummer 2. Kijk, voor lifehack nummer 2 hebben we een huisje nodig. Moet ik zeggen dat dit huisje is misschien een nephuisje. Ik heb het niet helemaal afgemaakt, maar dat maakt niet uit. Want het gaat om het idee, varken. Niet zo naar mij kijken, anders doe ik shabam. Ga ik jou bakken? Hier, ga jij even bakken. Oh! OMG, gaat hij dan ook precies erop liggen? Varken, ga eruit, mafkees! Oh! Oh, het is niet eens gekookt. Dat is raar. Oké, nou dan gaan we ondertussen even dit eten lekker bakken terwijl we bezig zijn. Want er is natuurlijk nog een hele mooie manier om de kampvuurtjes ook toe te passen. En dat is eigenlijk om een soort van dak of een uitbreiding op je huis te maken. Dus we hebben uiteraard weer de splash water bottles nodig en een campfire. En eigenlijk de fences komen ook nog wel redelijk van pas, zit ik te denken. Want als wij hier 2 van dit soort palen maken. En misschien kunnen we hiervoor een beetje een veranda. Kijk, ja, hoeft niet al te fancy hoor. Maar gewoon een beetje aangeven dat dit bij de uitbouw hoort. Hupsakee. Dan kunnen wij heel leuk hierboven kunnen wij een mooi kampvuurtje maken. En ja, eigenlijk het principe is hetzelfde. Je kan het kampvuur gewoon helemaal doortrekken tot aan deze kant. Zo. En dan is het eigenlijk een kwestie van alles weer gaan blussen. Dus dat ga ik bij deze even doen. Kan ik dat trouwens niet gewoon met water? Wacht even. Wacht even, dames en heren. Kan dit niet veel sneller dan dat ik het nu doe? Oh shoot, ik heb een empty nodig. Paniek! Ik wil gewoon een bucket! Waar is een bucket? Daar is een bucket! Oké, dat werkt niet echt lekker, helaas. Dus ik ga het toch gewoon even met baddels doen. Zo, moet je eens eventjes kijken, jongens. Oeh, fancy! Kijk, het geeft een hele andere dynamiek aan. Ik zie trouwens dat ik deze campfires heb ik schuin neergezet. Dus daar zou je ook nog voor kunnen kiezen, blijkbaar, of je het patroon ja, horizontaal of verticaal doet. Ik heb daar nu een beetje een rommeltje van gemaakt. Maar hey, het gaat om het idee. Ik vind het leuk dat je op die manier ja, misschien een stal kan maken of zo. Of gewoon überhaupt een dakje erop kan plaatsen. Ik vind het leuk bedacht. Wij gaan door naar lifehack nummer 3. Oké, lifehack nummer 3 is een soort van meubelstuk. Ik doe hem eventjes uit mijn hoofd, dus
het kan misschien zijn dat ik wat moet aanpassen. Maar wat ik zag dat hij deed, precies, hij plaatste dingen op elkaar. Hupsakee. Oh, en deze. Toen, wat deed hij toen ook weer? Oh ja, hij maakte dit natuurlijk weer uit. Kijk. We gaan trouwens proberen te maken een kast waar je je voedsel kan bewaren. Dus dit is natuurlijk meer een beetje voor, ja, voor de sier dan dat het daadwerkelijk echt mooi moet zijn. Nee, trouwens, wat zeg ik nou? Dat het functioneel moet zijn. En dan hebben we als het goed is trapdoors. En ik zit te denken, wat zou een mooie trapdoor hiervoor zijn? Ja, de spruce is altijd wel mooi. Misschien dark. Weet je wat we doen? Is dark oak. En dan doen we ook dark oak aan de achterkant. Ja, ja. Hupsakee. Ik denk namelijk dat ik hem dicht ga maken. En doe ik aan de zijkant, doe ik mooi van die trapdoors. Het lijkt alleen een beetje altijd op chocola, vind ik. Maar ja, weet je, het is een kast en het gaat om het eten, dus so be it. Hupsakee. Oh boy! Ja hoor. Oh, ik moet even daar bovenop doen. En dan hier bovenop doen. Kijk eens even jongens, dit is dus gewoon een kast. En als je dus eten hebt, laten we eventjes wat eten pakken. Dan kan je dit dus gewoon in jouw mooie kast plaatsen. Alhoewel... Oh nee, ik heb een fout gemaakt. Ik heb een fout gemaakt. En volgens mij weet ik al wat ik fout heb gedaan. Deze moest eerst aanstaan. En nu moest ik het erop zetten. Ja, precies. Ja, precies. Oké. En dan nu uit. En dan nu kan hij erboven. Juist. Oké, nou jongens, dus de volgorde is net even anders. Maar op die manier kun je dus allemaal dingen in je kast leggen. Ja, zoals ik al zei, het is niet zozeer functioneel. Het is gewoon cool, oké, mensen? Ik vond het een hele toffe manier om de campfire anders te gebruiken dan dat je er alleen maar mee gaat bakken. En daarbij gaan we ook gewoon naar lifehack nummer 4. Ja, deze heeft dan weer met het huisje te maken. Het is ook een mooie toevoeging op het huis. De lifehack die hierna is, heeft niets met het huis te maken. En die vind ik trouwens persoonlijk het tofste. Ik ben ook heel erg benieuwd welke lifehack jullie het handigst vonden. Dus laat het even weten in de comments. En vergeet niet te abonneren, jongens. Elke dag een nieuwe video in Dodo December. Dus abonneer even met dat belletje aan. Dan ga ik even hierboven, ga ik dit omhoog doen. Ja. En wat ik er dan op zet. Oh, dan moet ik eerst nog even een trapdoor pakken. Ja, nee, trouwens, ik pak een spruce trapdoor. Prachtig. Dit is op zich een trucje die wel vaker wordt gebruikt. Volgens mij zit hij ook normaal in de villages van Minecraft zelf. Maar dit is gewoon puur voor de mensen die hem niet kennen. Je kan van de campfires kan je een hele leuke schoorsteen maken. Hey, hupsakee. Kijk, dan heb je dus gewoon een mooie schoorsteen erachter die ook daadwerkelijk brandt, want er komt rook uit. Ik vond het wel een hele leuke toevoeging. Zoals ik al zei, volgens mij gebruiken villages hem al wel. Maar ja, nu kan je hem dus ook gewoon op je eigen manier doen. Dan door naar lifehack nummer 5. En daarvoor moeten wij het water op. Dus we hebben hier een prachtig mooi bruggetje. Woep! En dan gaan we eventjes naar de overkant. Ik had eigenlijk helemaal niet naar de overkant gehoeven. Maar oké, maakt niet uit. We gaan eventjes hier het water op. Want we hebben hier in het midden iets moois te bouwen. Dus ik ga deze even doortrekken. Doe ik dit trouwens goed? Nee, dit doe ik niet goed. Dit moet eventjes anders. Wat heb ik nodig? Ik denk dat ik gewoon wat... Of pak ik planken? Misschien zien planken er wel iets vetter uit. Ja, planken zien er iets vetter uit. We trekken dit gewoon eventjes mooi deze kant op. Zo. En dan moeten we even gaan kijken wat voor vorm we maken. Ik denk dat ik gewoon dezelfde maak als die ik had gezien bij die andere guy. Want we gaan hier even wat kampvuurtjes opzetten. Oh jongens, ik hoop niet dat we gaan zinken. Ik hoop niet dat we gaan zinken. Hupsakee. Dit ziet er ook al cool uit trouwens. Dat je gewoon zo dit allemaal op vuur erop zet. Je dondert het water en zegt, yo, later. En ja, je hebt een mooie soort van signaalboot. Waarmee je signalen kan afgeven. Rooksignalen. Je snapt wat ik bedoel. Ik ga deze eventjes uitmaken. Hupsakee. En misschien zie je al een beetje wat hierbij het idee was. Oh nee, ik heb ze weer scheef gedaan. Ik moet daar wel een beetje op letten. Dus hij moet zo? Ja, hij moet zo. Oké, sorry jongens. Hupsakee. Het is gecorrigeerd. Misschien kan je het al zien. We halen de onderkant weg. Hupsakee. En wij hebben hier gewoon een prachtig vlot staan. Ik denk trouwens dat we wel dit aan de onderkant nodig hebben. Want... we missen een mast! We missen een mast. Hupsakee, een fansje erbij. Ja hoor, kijk eens eventjes aan. En dan doen we daar gewoon lekker mooi een zeiltje aan. Hoe ga ik die mooi maken? Aan deze kant. Oh ja. Oh, kijk nou.
En die kunnen we natuurlijk ook wat groter maken. Ik kan hem even een beetje uitbreiden, kijk. Oh, chic hoor. Heel chic. Hupsakee. En dan hebben we een klein vlotje met een mooi zeiltje eraan. Misschien dat ik deze nog even een klein beetje uitbreid. Hupsakee. Ik vind het echt een hele vette lifehack. Sowieso, dus wat je met campfires kan, is echt insane. Ik denk dat het vlot wel mijn favoriet is. Of misschien de brug, die is ook wel echt sick. Ik ben heel erg benieuwd welke jullie het vetste vonden. Laat het even weten. En met welk blok vind jij dat je veel lifehacks kan doen? Laat het even weten in de comments. Vergeet ook niet mijn merchandise te checken. Dodoshop.nl als jij dat nog wilt bestellen voor de feestdagen. Er is niet heel veel over, dus check het zeker eventjes. Dodoshop.nl. En check ook deze video. Dit was ook een hele vette. Klik lekker door en ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video om 5 uur. Tot morgen mensen. Ciao.